De context voor de jongeren in de middelbare school, laat ons zeggen, in die tijd was echt wel helemaal anders dan vandaag. Toen ik begon les te geven als lerares biologie in 1971, toen was spreken over anticonceptie ook in het staatsonderwijs verboden. Vermits ik les gaf seksuele voorlichting en voorplanting, heb ik dat verbod altijd aan mijn laars gelapt. En wat we ook deden was zoveel mogelijk informatie geven aan de leerlingen in verband met anticonceptie, in verband met mogelijkheden voor abortus en ook in verband met seksualiteit in het algemeen. Bijvoorbeeld, ik had het wel eens over geweld in de seksuele relatie, waarbij de jongens alleen maar denken aan wat ze zelf willen, heel prestatiegericht, en de meisjes iets anders willen. Meer affectie willen, meer vriendschap willen. En daar konden we toen, dat zijn de eerste dingen waar wij als feministes in het onderwijs gesprekken probeerden aan te gaan. Wat we ook deden was op school bezoek gaan in de Centra voor Seksuele Voorlichting, waar heel gericht en met heel goede kennis daar over seksualiteit kon gepraat worden. En jongeren dachten toen bijvoorbeeld dat een meisje dat de pil neemt een hoer was. Want waarom zou ze de pil nemen? Omdat ze het doet. En wanneer ze nog maar 16 is, wie doet dat dan al? Dus je had heel die conservatieve denken, het meisje moest maagdelijk blijven tot aan het huwelijk met de witte ridder op het groene paard. De jongens, die moesten toch wel seksuele ervaring opdoen. Die deden het dan met de meisjes die ze als hoer beschouwden. Want die nam de pil. Of die jongens hadden een condoom aan condomen geraakt. Zie je, dat was dus een hele verwrongen toestand die we hebben proberen doorbreken, ook in het onderwijs, ook door uitstappen te doen naar CGSO's. Maar nu heb ik het over het rijksonderwijs in Vlaanderen. En in de middelbare school is dat maar 20% van de leerlingen. De anderen gaan in meerderheid naar de katholieke scholen. Daar was de situatie eigenlijk nog erger, omdat daar actief werd actie gevoerd tegen anticonceptie, want dat was kankerverwekkend, of daar ging een hartaanval van krijgen, en tegen abortus, want het werd uitgelegd dat dat moord was. Tegen die druk van de katholieke instellingen was heel moeilijk in te gaan. Maar de werkelijkheid heeft die mensen achterhaald, want die jongeren die vrijden ook. En die jongeren kwamen ook in problemen met zaken zoals abortus. En die jongeren hebben we soms kunnen bereiken. Maar het is de globale maatschappelijke verandering dankzij de abortusstrijd die dat heeft doorbroken, denk ik, bij ook de jeugd uit katholieke scholen en de katholieke jeugdbewegingen. Want bij de katholieke jeugdbeweging leerde je ook en drinken en roken en vrijen, zoals in alle jeugdbewegingen. En dat kunnen ze nu niet meer ontkennen, omdat het taboe weg is. Maar ik denk dat we een blijvend gevecht moeten hebben, ons blijvend moeten bewust zijn van het feit dat de maatschappij altijd terugvalt op die rolpatronen, die gender. De man moet presteren, en is ook seksueel zo, de vrouw moet verzorgend zijn. En dat zie je nu ook met de werkloosheid, waar vrouwen, die doen dan maar thuiszorg, en dat is toch hun natuurlijke plaats en zo verder. Dus dat gevecht van opnieuw autonomie, economische onafhankelijkheid, zelfstandige creativiteit, ook voor vrouwen, is een blijvend gevecht in onze maatschappij.